Minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning heeft bezoek gehad van de general manager van de IDB, Tariq Ali, om te praten over de ontwikkelingen en de samenwerking met de IDB. Het ministerie heeft vanmiddag een persconferentie belegd waarbij de plannen van beide partijen zijn besproken. De bewindsman meent dat er over enkele leningen en projecten zijn gesproken met de general manager. Maar waar we met Tariq Ali vanmorgen vooral over hebben gepraat, is help ons met versnelde opbouw van de capaciteit. De capaciteit om de instituties weer op te bouwen. En daarin past het Bureau voor de Statistiek, het ministerie van Financiën. De programma's die lopen bij sociale zaken, die lopen bij onderwijs. Waar kan je helpen om ervoor te zorgen dat we dat weer opbouwen en dat we versnelling krijgen in de uitvoering van die programma's? Dat is onderdeel van de gesprekken geweest. Die zijn uitstekend geweest. Er is een lokale vertegenwoordiging onder leiding van Adriana. En die is hier in Suriname zelf gestationeerd. Daar is dagelijks contact mee. Maar het is ook goed om af en toe regionaal de vertegenwoordiger te spreken. Naar zeggen van Ali is hij in Suriname om de samenwerkingen in de verschillende partnerschappen en samenwerkingen tussen Suriname en de IDB te versterken. Suriname kan als voorbeeld dienen voor de behaalde prestaties in de regio, zegt Ali. We highlight a lot of the work that we do in the country of Suriname. And that's something we're very proud of. Mentioned as well is the work that we want to do and really as a clarion call by the minister in terms of helping the Suriname ecosystem build capacity is working more closely with the private sector. And I'm very happy to say that we've had some success in the last couple of months and there are a couple of deals that are happening and we hope to continue working with the private sector more closely, Minister, as we recognize that the story of economic growth and sustainable development is not only the obligation of the public sector, but the private sector as well. Recently, we announced through our private sector arm, the IDB Invest, a deal of $14.5 million loan agreement with the Kuldex Import, and that is just one of many deals that we are working with. On these missions, I have the opportunity to meet with the private sector, and I must remark, you know, I met with two very strong sort of names in the Surinamese private sector. De IDB financiert momenteel 14 projecten met een totaalbedrag van ruim $375 miljoen. Suriname heeft ook verschillende schenkingen van in totaal $8,5 miljoen ontvangen. Daarnaast worden er nog meer projecten ingediend om zowel de samenleving, de regering als de private sector te kunnen helpen.